Dit is, ik denk, een heel moeilijke opdracht om een coach die 2 jaar na elkaar kampioen speelde op te volgen. Ja, zeker. Urbain is natuurlijk een amabele vent en een trainer met klassen en de kwaliteit. Dat is altijd moeilijk om zo iemand op te volgen. Maar je weet hoe het is, het leven van een trainer. Als het een beetje tegenvalt of er zijn bepaalde spanningen of weet ik voor excuus goed genoeg is. Ja, dan is het altijd de trainer die moet wijken. Ik heb dat zelf ook al ettelijke keren moeten meemaken. En dat is niet altijd terecht. Soms wel, soms niet. Maar nogmaals, je moet het handelen en het leven gaat door. Je hebt net je eerste training gegeven. Hoe is je kijk op de groep? Ja, de kijk op de groep wist ik al van tevoren. Er zit hier genoeg kwaliteit. Dat is niet het probleem. Er zijn toch heel veel jongens die in eerste klasse en tweede klasse hebben gespeeld. Dus kwalitatief is dit gewoon een hele goede groep. Hou je ruimtes. Ja, we zijn weg. Hebt u al een kijk op de selectie voor zondag bijvoorbeeld? Nee, nog niet. We moeten eerst kijken hoe sommige jongens... Hoe fit ze zijn en dan moeten we met andere stafleden moeten een keuze gaan maken. Ik heb gemerkt dat u een heel andere manier van trainen hebt dan Urbain Spaanhoven. Hoe reageren de spelers erop? Ja, dat moet je aan hun vragen. Dus elke trainer heeft zijn bepaalde manier van spelen en dat wil hij dan terugzien in de trainingen. En als je wint is dat de juiste keuze en als je verliest is dat de slechte keuze. En wat dat betreft... zijn er in de voetbal weinig of geen geheimen, resultaat primeert. Doelstellingen van de club zijn duidelijk, niks of minder dan kampioen spelen. Ja, oké. Eerste twee is de doelstelling en het liefst kampioen natuurlijk. Maar ik denk dat als wij in de eerste twee eindigen, dat de doelstelling bereikt is. En kerst op de taart is natuurlijk het kampioenschap. En tweede is leuk, maar ja, eerste is altijd beter. Alleen, richting! Rustig! Hoi! Even naar uw eigen situatie kijkende, u hebt nu een contract van 3 maanden. U hoopt natuurlijk dat het verlengd gaat worden nadien. Ik heb een contract van 4 maanden, tot het einde van het seizoen. En het seizoen in het voetbal start 1 juli en eindigt 30 juni. Dus mijn contract eindigt 30 juni, maar de competitie hopelijk stopt 2 mei. Dus dat houdt in dat we dan wel voor die tijd wel weten wat de toekomst gaat brengen. Zondag de uitwedstrijd naar Woluwe-Zaventem. Kent u die club? Ja, natuurlijk. Ik ken alle clubs. Dus we staan onderaan en er moeten wel mogelijkheden zijn. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. Want ik neem aan dat ze zeer verdedigend gaan spelen. En wij moeten zorgen dat we niet een onderschatting gaan doen. En gewoon bij de les blijven. En zorgen dat we met een goed resultaat naar huis komen. Oké, dank u. Veel succes. Dank u wel.